Welkom iedereen. Nando kaapt de intro weer. Welkom bij Survival Lock. Yes. Survival Lock. Hartstikke mooi als je intro kaapt, maar ik ga gewoon nu normaal door. Vandaag is eigenlijk iedereen een beetje in kanto aan het klooien. Oh god, ik vlieg gelijk naar Olivine City, terwijl ik eigenlijk eerst naar de lab moet. Godverdomme. Ja, je moet eerst even iets ophalen, Harm. Je bent iets te enthousiast. Ah, je maakt uit. Ach, iedereen kan enthousiast zijn. Dit wordt de aflevering waar de andere twee heel erg hun best gaan doen om alle gyms te halen. En deze jongen heel rustig gaan doen, zodat hij eigenlijk zo min mogelijk kwijtraakt. Zodat hij wat makkelijker heeft in de volgende gen. Sterk. Staaltje Opel. Ja. Het is echt. Maar Jordi. Ja. Volgende gen. Ja. Een evolutie als bij mij, Vaporeon. Geef je weer gelijk de watersteen mee? Ik ga denk ik weer hetzelfde doen als deze gen, dat ik gewoon het item geef. Want ook in die gen zijn stones een pain in die fucking ass. Ja, maar zo moet ik ook even gaan redeneren iedere keer. Van oké, wat heb je? En wanneer kan je het op z'n vroegst krijgen? Kijk, gen 1 vind ik, als je een stone evolutie hebt, ja, dat ga je niet direct geven. Want je krijgt letterlijk stones kopen vanaf eigenlijk in het gebied van gym 4. Nou ja, En de levels in gen 1 zijn toch zo laag. En dan heb je op level 20, 22 heb je een Vaporeon. Dat vind ik nog redelijk. Maar bijvoorbeeld in deze game, waar jij niet echt gemakkelijk aan stones kan kopen. Ja, dan geef ik gewoon een steen. En als ik het goed heb, in Emerald werk je met shards. En dat is ook pas vanaf... Jongens, help me even, waar is trouwens die kleindochter? Even makkelijk. De kleindochter... Hoef je niet te zoeken. Je moet, als je de boot ingaat... Ja. Heb je het al gehad met... De healing station, zeker. Heb je al gehad met de guard over dat zijn buddy er niet is? Welke guard? Aan het begin? Nee. Als je naar beneden loopt. Ja, rechts naar beneden. Ja, dit is zo... Fuck. What the fuck? Komt er deze pop op mijn scherm? Fuck off. Ja, als je dat hebt gehad, zegt hij van... Yeah, my body is dozing off somewhere. Dan ga jij zometeen... Jordi? Ja? Nee, laat maar. Ah, oké. Okay. Kom wel naar de sessie. Je weet er waar ik het over heb. Ah, oké, okay. Ik kijk er zo meteen wel naar. Maar ja, de guard ding, dat ben ik dus nu voorbij. Die heb ik mee gesproken. Ja, dan ga je weer de trap omhoog. En dan neem je het... De derde kamer van rechts naar links. Of de tweede van links. Dus twee meisjes of de tweede van links. Nee, dan zit je in de verkeerde kamer. Moet je één kamer... Andere room. Alleen maar een sailor zit. Oh, ja, hij zit bovenin. Zit te chillen. Daar moet je mee vechten. En dan kan je naar de kapitein. Prima. Nice. Cerulean, hallo. Doei Cerulean. Fix ik dit even nu direct. Heb je de tijd voor dan? Jordi gaat multitasken. Ja, nou, ik krijg het wel snel voor elkaar. Maar het is een beetje zonde van mijn tijd dit. Klik, 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 klaar. Ja, het is wel klik, 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 klaar. Maar zoals allemaal zei in het begin van deze part. Gewoon even zo snel mogelijk hier gewoon doorheen. Oké, er is geen vent. Oké, what the fuck? Heb je al met die dinges eronder gepraat? Ja, OG, the captain will be furious. Ja, en dan kan je weer terug naar waar je de guardje tegenhield. Dan laat hij erdoor. Yep. Nee, maar dat zo ga ik het doen, want gym 7, dat is te laat van Vaporeon. En dat is ook gewoon te laat voor sommige andere evoluties, dus die geef ik gewoon direct. Kijk, sommige dingen kan ik misschien nog wel laten voor wat is. Want stel nou, we zijn zo meteen in Diamond and Pearl. Stel. En iemand krijgt een Leavion. Ja, nee, maar dan kan je ook nog zeggen van... Oké, geef ik hem direct een Leavion? Of, omdat de Leafstone of de Mossy Stone zo vroeg is, laat ik het. Kijk, ja, maar het is wel een beetje kut, want die moet precies naast die Leaf of Mossrock moet je dan levelen. Nee, precies. Kijk, Glaceon is makkelijker. Ik laat je niet klooien met een Eevee tot aan gym 7.
Oh. Ja, dat is ook wel zielig. Bij moeten komen. Ja. Dus dat. Maar ja, voor de rest... Nee. Is voor de rest nog iets anders? Denk het niet, nee. Friendship fix ik het direct gewoon. En als het kut evoluties zijn, zoals bijvoorbeeld Black and White Escavalier, ja, dat evolve ik gewoon direct. Dus als ik mijn Steelix meen, dan krijg ik gewoon weer direct een Steelix. Ja, ik krijg gewoon direct mijn Steelix. Omdat je daarvoor ook voor nog moet traden. Ja, dat is gewoon een te groot gedoe. Die krijg gewoon direct een Steelix. Ja, we zitten nu in de luwte van de game. Dus ik kan deze opmerking op zich maken. Waarom niet eigenlijk? Heb jij nog niks verloren? Dat zei je een paar aflevering geleden ook al. Ja. Dat we niks zouden gaan verliezen in deze. Ja, maar toch... Mijn kans is aardig groot. Nando en ik zijn level 50. En vecht nu tegen trainers. En ik heb het niet over gymleaders, maar gewoon even over trainers. Die level 30 zijn. Ja. Tenzij wij een move missen. En hun opeens aankomen met een one-hit KO move. Verliezen wij niks hier. Of een hele sterke crit. Ja, of een hele sterke of crit, ja. Of moet echt helemaal kut zijn. En ineens een super slimme AI hebben. Heeft hij wel. Alleen in deze versie. Hardcore Soul Silver Red is moeilijk. Maar ja, eens. Deze niet. En anders moeten we zeker het Gold en Storm Silver. Maar het is oh wel, nee, maar... fuck off. Dan ga ik gewoon uit spite gewoon dood hier bij Mordi. Als jij de Torterra... ik heb die hek om zijn eigen... Wat maakt die hek op zo moeilijk? Bewijzen... Even voor het idee... Faulkner heeft in Heart Gold Soul Silver heeft een Pidgey en een Pidgeotto, ja? Ja. In Sacred Gold Storm Silver heeft hij een Swablu met Power Herb Sky Attack. Tiefes. Dus meteen een 150 attack move. Of 120. Hij heeft voor mij geen tropjes, maar hij heeft gewoon heel veel sterke flying Pokémons die je normaliter bij wijze van spreken bij Gym 3 of Gym 4 zijn. En daar begin je al mee. Nou, en die difficulty stijgt alleen maar door. Hij had ook Chatot. Ja, hij had ook Chatot. Maar bijvoorbeeld... Ik kan me herinneren dat die Chatot echt fucking sterk was. Ik weet niet meer precies wat Buxie had. Maar die heeft wel een Scyther. Heeft wel een Pinsir. Heeft wel alles geëvolueerd. Dus dit keer geen Metapod of Kakuna, maar gewoon Butterfree Speedrills. Ik weet niet meer of hij een Fortress had. Fortress early game. Dus ja, je moet met zulke dingen gaan klooien. Dus ja, daar maakt het gewoon die game moeilijk. Zeg maar leuk. Ik heb het nog nooit gespeeld. Het is best schijnig om te spelen. Ik heb de game met een Mono Poison team uitgespeeld. Maar... De enige keer dat ik hem heb gespeeld was hier. Ja. Want was het een survival lock of was het een race? Was een normale race, maar dan wel met Nuzlocke dingen. Ja. Ik ging dood bij Mordi. Dus ja. Was ook van het eerste project wat ik met jou deed. Ja? Ja. Mm-hmm. Voor mijn gevoel hebben we ook nog wat anders tussendoor gedaan. Oh, we hebben genoeg al andere dingen gedaan. Volgens mij was het de Sacred Gold al eerst wat wij samen deden. Oké. Kan ik vaak wel herkennen aan welke thumbnails heb ik toen gebruikt. Oh, die. Ja, al eerste. Ja, dan herken je dat. Oh, dat is in die tijd. En toen, toen was ik zo oud en toen deden we dit. Ah ja. Mm. Kijk, dat is met dit kanaal iets anders, omdat alles letterlijk dezelfde thumbnail heeft. Ja. Nou, aan de ene kant, ik vind het wel gewoon gaaf. Dat alles gewoon dezelfde thumbnailstijl heeft. Maar je hebt al ervaring, je hebt al een idee van wat je wil. Kijk, dus dan... daar ben ik echt over eens. Je kan veel over ons zeggen, maar we uploaden consistent. We hebben goede content. Het enige, we praten veel. Het enige wat je kan denken is, het is niks voor mij. Ja. En we zijn niet over de top. Van, hey Nando, pas op. We zijn niet over de top. Maar we zijn eigenlijk gewoon voor podcast. De... Podcast. Onze stijl is podcast. Zo simpel is het. Het enige wat we nog zelf missen is een podcast. Ja. Welkom bij de Super Guys podcast. Waar ik echt de voorstander van ben, een podcast, daar niet van. Maar... Ja, het punt is, dat is de grootste reden waarom nooit een podcast is geweest. We moeten onderwerpen hebben en ook gewoon het consequent kunnen doen.
Het is januari, er zijn nooit onderwerpen in januari. Nee, klopt. Januari is altijd zo'n dode maand. Je moet wel een podcast hebben waar je het, ja, dan moet je het over gewoon gaming hebben. Maar ja, dan zijn er niet de enige zijn. Nee, ik denk dingen zoals bijvoorbeeld die tierlist die we een keer hadden gemaakt, dat gewoon onze podcaststijl wordt. Dat we gewoon, te doen, ja. Dat we gewoon bij wijze van spreken of Nintendo of iets anders gaan pakken. En dan gewoon discussies gaan hebben over de game zelf. Want je kan zeggen wat je wil, maar dat is nooit niet relevant. Tenzij opeens een nieuwe game uitkomt, maar... Maar dat kan dan altijd nog veranderen. Precies. So. Maar voor de rest, nee. Voor de rest blijft alles wel een beetje hetzelfde. Van oké, die games blijven daar. Want bijvoorbeeld dezelfde tierlist die we gemaakt. Oké, Breath of the Wild 2 komt uit. Oké, dan moeten we technisch in de tierlist... Ja, maar die komt naast Breath of the Wild te staan. Ja, of ervoor of daarna, of ze verpesten de game zo hard dat het gewoon onderaan de lijst komt. Maar gewoon dat even als idee. Ja, oké, dat kan je aanpassen. Maar... Mm-hmm. Ik weet nog niet eens of ik hem ga kopen. Jij moet nooit Breath of the Wild 1 uitspelen. Nee. Maar dat gaat hij niet eens doen. Als Zelda playable is, dan koop ik hem. Anders koop ik hem misschien niet. Fair enough. Sowieso, ja, ik denk niet dat Zelda playable is. Van wat ze hebben gedaan in deel 1. Het zou wel een hele verandering zijn. Ja, maar je kan ook wel eens zeggen, als je Zelda straks gaat spelen, dan gaat iedereen Zelda spelen. Ja, dat is wel zo, ja. Dat is altijd zo. En dat vind ik op zich wel schijn gaan. Onze Super Mario 3D All-Stars. Hoeveel hoor je er nu van? Maar weinig. Wat zijn wij nog steeds aan het doen? Super Mario 3D All-Stars. Ja, yeah. We zitten nog steeds in 64. Ja. Maar die er gaat nog een gerucht rond. Ja, ik ben echt een geruchtenmachine. Ja, I know. Er komt waarschijnlijk een update voor Galaxy 2 gratis. Dat wordt gesuggereerd, maar... Ik zou het mooi vinden. Precies op de laatste dag dat je de game nog kan kopen. Ik word zo pissed als wat zij roemerde, en ook echt waar is, dat wanneer het 31 maart is geweest, dat ze op 1 april alle games separate gaan verkopen, maar dan voor full prijs. Hebben jullie trouwens... Ja, daar kan ik niet over praten. Ja, kan eigenlijk ga je gang. Hebben jullie het verhaal over Game Explain gehoord? Moet je even een handje helpen. Ik heb wat andere video's gekeken van Game Explain. Waarom die gasten geliefd zijn, bedoel ik? Nee, dat heb ik niet meer gekregen. Nee. Ze zijn weg... Tenminste, ja, dat hebben ze gewoon zelf gezegd. Ze zijn weggegaan omdat André... hoe heet het? Ze voor een hele dag maar 1 of 2 euro per uur gaf. En ze een game voor een bepaalde tijd moesten uit hebben, want anders brak de pleuris uit. Het zijn echt erbarmelijke werkomstandigheden zijn geweest om bij Game Explain te werken. Daarom is iedereen geliefd. En Andrew schijnt, dat wist ik al, als je kritiek over hem hebt, dan blokkeert hij je gelijk op Twitter. Ja. Maar dat is bijna iedereen tegenwoordig op Twitter, toch? Ja, dan heb je best een goed team om je heen. Kijk, sommigen kon ik gewoon niet uitstaan, want ik bij mezelf flikkeren. Ik ben blij dat die opgetiefd zijn. Maar ja, je raakt wel een man met de meest epische stem ooit raak je kwijt. Dat was al fout nummer 1. Ja, maar dat is een beetje het punt. Dan houden ze er weer nieuwe mensen aan. Maar als de werkomstandigheden steeds hetzelfde zijn, dan blijven die andere mensen ook niet zo heel lang. Nee. Dat is een beetje het nadeel als je snel nieuwe mensen weer toevoegt. Als je de dingen niet aanpast, dan hebben hun geen binding met het kanaal, omdat ze nog maar net zijn. Nou, ik vind de gasten sowieso kut, dus dat scheelt. Nee, even los daarvan. Maar als de dingen niet echt veranderen, ja, sorry, maar... Dan ga je al heel snel een kanaal eigenlijk de grond inboren. Van, oh, dit is alweer de 5e nieuwe persoon in een jaar. Dus, ja. Dat is wel echt heel erg zielig. Ja, maar het is altijd wel zo, als je nieuwe mensen aanhaalt, het duurt altijd wel een goede periode voordat mensen gewend zijn aan die persoon. Ja, maar dat is altijd, want je bent iets gewend en dan ineens verandert dat. Oh, jee. Sommige mensen, ja. Ze hebben al een dag niet geüpload. Nieuwste video, de dag van gisteren. 784 likes, 906 dislikes. Ben je over Game Explain of nu of iets anders? Game Explain. En dan staat er, good work Tris. Here's $1 for your good work this hour. 408 duimpjes omhoog. Auw. Dat kanaal gaat instorten. Ja, dat is op zich wel. Ze hebben ook hun abonneenummer weggehaald. Dat je niet kan zien hoeveel abonnees ze hebben. Kan dat? Ja, dat kan. Je kan het uitzetten. Ik ga nu kijken. Social Blade. Social. Ja, maar dat is gewoon pijnlijk.
Ja, maar heel dat kanaal gaat gewoon instorten. Yep. Oh, Jesus Christ. Ja, maar dat is zo zonde, want het is eigenlijk op zich een heel goed basiskanaal. Als je nieuws hebt, zijn hun vaak een van de eerste. En niet van die, wat ik even noem, hype kanalen die alleen uploaden wanneer er dingen zijn. Mm-hmm. Want er was een periode, kijk ik, Poketips. En die uploadt eigenlijk alleen maar wanneer er direct zijn geweest. En dan uploadt hij niet meer. Ze verliezen 10.000 abonnees per dag. Ja. Dus dat tikt aan, hoor. Over 2 weken zitten ze weer onder de 1 miljoen abonnees. Ja. Nou, en dan op je feest. Pijnlijk. Ja, maar André reageert al niet meer op Twitter en dat soort shit. Ze doen het niet expres. Nee. Eigenlijk, het klinkt gek. Maar weet je wat, het klinkt gek. Android moet eigenlijk weg daar. Dan heb je het probleem opgelost. Maar, het mooiste van alles vind ik, volgens mij is hij weggegaan bij IGN om de reden dat hij gecrushed werd. Ze noemen ze het ook crushing en crunching en onderbetaald. Hij is bij IGN weggegaan om die reden. Is hij bij IGN toen weggegaan. Heeft hij volgens mij een keer in de video gezegd. Dus ik vind het sowieso hypocriet wat hij dan doet nu. Ja, maar dat is wel vaker zo. Mensen die hebben geleid aan zulke werkomstandigheden, creëren vaak zulke werkomstandigheden. Ha. En je kan me niet vertellen als je 1 miljoen abonnees hebt dat je niet genoeg geld verdient, hoor. Nee. Maar, dan kan je iemand gewoon fulltime betalen, hoor. Ja, maar dan weet je ook donders goed. Als je het gewoon mensen gewoon goed behandelt, dan blijven ze ook gewoon. Ja. Uiterst frappant. Want ik weet niet, heeft Game Explain een Patreon of niet? Yep. Ja. Nee. Dan is toch gewoon genoeg reden om ze gewoon fatsoenlijk te betalen. Kijk, als het is zo is van, we hebben een nieuwe game en we willen dat je deze binnen x aantal dagen uitspeelt, zodat we de video klaar kunnen hebben. Dat is YouTube. Want ja, dat is wel waar. Ja, je tekent er ook zelf voor. Ja, dus daar zit ik zo in van, dat kan niet echt een reden zijn geweest van, lief. Kijk, dat je niks voor betaalt. Kijk, dat vind ik wel kwalijk. Maar als je letterlijk de mensen gaat vragen van, shit, dit is de verkeerde volgorde. Je moest dit klaar hebben voor dinsdag. En maandag zegt tegen, ja, sorry, ik ga het niet redden. Want ik ben nog eens op de helft van de game. Ja, oké. Dan kan je nog het argument geven, we gaan iets anders kijken. Maar ja, je moet met die hype mee wanneer een nieuwe game uit is. Maar op zich op de helft van de game, dan heb je toch wel aardig wat gezien. Dan heb je toch wel een duidelijke indruk van wat erin zit. Ja, maar dat is het verschil tussen een IGN-reviewer en een Game Explain-reviewer. Een Game Explain-reviewer wil gewoon alles zien. En een IGN-reviewer vindt dat 10% van de game een keer goed. Ja, maar 10% is ook wel... Ja, sorry, ik pis even over IGN. IGN's reviews, die... Nou ja... Is IGN überhaupt die trash gewoon? Ja, het is het ook, maar het is vaak ook gewoon een belediging van wat ze allemaal uploaden. Is echt heel erg, dit. Ja, Jezus. Maar zo zie je maar, zulke dingen komen altijd weer naar boven. Je kan die dingen gewoon niet onderdrukken. Klopt. Nou, ik ga nu mijn catch-ding gebruiken. Voor Snorlax? Ja. Ja, ik bedoel, ik kan nu wel gaan zoeken naar Entei, maar... Is het niet waard. Is het niet waard. Ik heb al een nickname, though. Vraag me niet wat het is. Maar als ik mag vragen wat het is, hoe kan je dan invullen? Ik vul hem zo meteen wel in. Komt die van Bas? Hij komt van Bas en Sam. Het is een combinatie van allebei. Bas hem. Nee, niet van hun namen. Ze hebben wel echt iets bedacht, maar nou toepasselijk is. Nee, niet echt. Milka Choco. Ik zal wel één, gewoon om hem te nakken, zal ik wel één letter veranderen. Je ziet het in post. En het is toch niet zo heel belangrijk in die naam. Oi, oi, oi. Goed, ik heb één letter veranderd. Maakt het niet beter, hè? Dat weet je. Ja, jawel, jawel. Nou, we zullen zien. Waar ben je momenteel nu, Nando? Ik ben in Dicklet Cave. Ik ben uit Dicklet Cave. Oké. Harm, waar ben jij? Sabrina.
Okay. Sterk. En er komt nu sterk staaltje Opel. Ja, dat dacht ik wel. Dat wou ik zeggen, maar... Ja. Dan wacht ik dan... Harm, maak jij even Sabrina af. Dat was sowieso... Waar ben jij nu, Jordi? Ik ben bij Blaine. Kut! Nou, daar word ik wel naartoe gaan, maar ik had opeens in de gaten van... Oh, ik heb de radiocard niet. Oh. Ja, ik kan nooit de radiocard om, want nooit, ik doe zelden Kanto. Ja, ik had er wel... Ik had volgens mij rond gym 3 was dat volgens mij. Dacht ik ineens van... Hey, moet je niet ook de radio quiz doen om Whitney in die gym te krijgen? Oh nee, dat was in Hard Gold. Ja, dat is in Hard Gold, ja. Maar was het belangrijk? Ah, fuck it, ik haal die radio wel. Ik heb hem wel, gelukkig. Maar ik zat ook na te denken van het weekend wacht. Of van de week van... Ik heb een radio nodig om Snorlax wakker te maken. Ja, maar dat wist ik. Ik wist, oké, dat heb ik nodig, dat heb ik nodig, dat heb ik nodig. Oké. Okay. Maar dan heb ik geen radio niet. Oké. Okay. Nou, dan nog één stoppen. Ja. Oké. Okay. Nou mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters. Later.